Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ja, jullie zien me weer even ergens onder zitten. Dat klopt, we zijn weer met de post bezig. Het is weer dinsdag. Ja, het is de 25e, dus het is morgen weer lopen naar school op mijn oude fiets. Ja, jullie weten het. Ik heb het al gezegd, mijn nieuwe fiets is gejat. Dus ja, helaas pindakaas. Maar oké, ik zou zeggen, wel weer heel veel kijkplezier gewenst vandaag. Snel, nog even. Ik ben goed in beeld. Dat is mooi. Vandaag weer even sorteren. Op straatniveau. Even kijken wat er daar. Kijk, het anders is gewoon even op straat sorteren. Gewoon even stapeltjes maken van waar wat wordt. En daarna gaan we dan... Even kijken de straten op huisnummer sorteren. Sorry, ik heb kraak. Ja, kraak, dat is mooi. Lekker kraken. Oh, kijk, er zijn grote straten. Die hebben dus veel post. En kleine straten die hebben weinig post. Veel post. En dit is slechts één krat en ik heb er nog twee staan. Dat is niet eerlijk. Nee, goed, maar kijk, dit is een beetje routinewerk. Van, nou, je pakt een brief en legt hem op de goede plek neer. En ja, als je dus twee handen gebruikt, ben je dubbel zo snel klaar. Schilt, ja. Er zit een bepaald systeem in. Het handigste is natuurlijk als je iedere keer... dat je gaat sorteren, de post in dezelfde soort volgorde houdt. Volgens straat 1 altijd hier, straat 2 hier, straat 3 daar. En dan maakt niet uit wat straat 1 en straat 2 en straat 3 is. Als het maar iedere keer dezelfde straat 1 en 2 en 3 is. Dan zie je een brief, dat leg je automatisch op een stapel neer zonder te kijken. Dat is wel zo makkelijk. Kijk, die kratjes die zien er zo uit en die zitten vol met post. En, ja. Dan is het even handig om die post een beetje in de stapel te leggen, dat kleine stukjes bovenop liggen en de grote stukken onder. En dat ze elkaar dus niet raken. Gaat door elkaar heen zitten, dat is niet kan. Wat dan meestal doe is even een stapeltje pakken, even schudden. Dan hou je de grote stukken boven en de kleine stukken komen zo uit. Tips en trucs. Straat 2. Straat 2. Straat 4. Gaat lekker. Straat 6, straat 4. 2, 5. 5. 2, 7. 7. Het meest handig is natuurlijk... Als je die post met het adres naar je toe hebt, dan kan je het makkelijker lezen. Maar er zijn natuurlijk mensen die doen het moeilijk, zoals ik. Die hebben geen zin om die stapel iedere keer te draaien, dus die lezen ook op de kop. Het is wat je handig vindt. En soms staan die straten een beetje fonetisch. En... De spelling is dan wat anders, zeg maar. Dus daar moet je dan ook rekening mee houden. Kleiner.
makkelijkste van de, het zelf straat zetten, zeg maar. Dan bepaal je zelf je looproute. Even kijken, dit gaat even niet heen. Hè? Die moet daar, dit is een grotere, dus die doen we dan weer onderop de stapel. En soms is het een probleem, dan heb je niet genoeg ruimte op je tafel. Dus dan is het een kwestie van, oké, dan leg ik het even ergens anders neer. En dan komt dat later wel. En er is een grote post zoals dit. En dat gaat natuurlijk weer helemaal onderop. Anders wordt je toren zo wankel. Zo maar even te noemen. Dan doen we dit kleine stuk. Bovenop, zo. Mooie badpak trouwens. Fijn. En soms heb je van die blauwe enveloppen, dus zit het ook een soort van op straatniveau gesorteerd. En is er nog de fameuze kleefpost. Dat is plastic, verpakte post, met een gewone brief eraan. En dat blijft dan, een soort van kleven. Dat is niet echt handig, daar moet je even op bedacht zijn. En soms voelt het alsof er of het één ding is, maar zijn het er twee. En soms voelt het alsof er twee dingen in zitten, maar het is een dubbel tijdschrift. En dan is het één pakket met twee dingen erin. Meestal pakken we een klein stapeltje. Zoek naar het adres. Kijk, zoals dit. Lijkt of er twee dingen zijn. Omdat er dus twee dingen in zitten. Nou, meer dan twee. Maar het is er maar één. Dus je gaat allemaal lekker naar hetzelfde adres. Het gaat onderop de stapel. Dus het redelijk. Kijk, dit gladde, dat moet je even voelen. Van, is dat er één of zijn het er twee? Dit is natuurlijk ook grote brieven. Zoals deze. Dat is gewoon veel gewicht. En meestal liggen die ook op de volgorde. Niet altijd. Dan is het weer een kwestie van even de grote dingen onderop de stapel te leggen. Nou, alle straten zijn bij elkaar gelegd. Nu komt het op neer van we pakken een bundel en gaan dat sorteren op even oneven. In dit geval is het, even kijken, er is een groot stuk en een klein stuk. Dit is eigenlijk doorlopend, dus het zijn drie stukken. Kijken, dat is dit. Dat. Dat is daar. Het zijn eigenlijk drie etappes, maar meestal is het van oké, één kant van de straat, oneven kant en de even kant. Dat zal ik straks laten zien. Dit is eigenlijk één grote flatcomplex, dan een meer een soort van hofje en nog gewoon een huis daar. Dus die doe ik dan eventjes in drie etappes. Dat is voor mij even net ietsje sneller.
redelijk snel. Het staat ook in dat de bundeltjes wat kleiner worden. Dat je niet met kilo's overweg hoeft. Op de weg hoeft te sjouwen. Kijk, dan heb je eenmaal een bundeltje. Kijk, dit ga ik nu even niet sorteren, dat doe ik op locatie. Er zijn een heleboel bussen bij elkaar. En om dat nu te gaan sorteren, dat kost evenveel tijd als je het gewoon in de bus gooit. Dus dat is niet bij deze gesorteerd. Dat gaat dan in de bak. In deze mooie bak. Kijk, nou wat in. Dan hebben we het straatzetblok. Even laten zien. In dit geval wil ik dus de hoge nummers vooraan hebben en de lagere nummers achteraan. En dan sorteer je dat als het ware zo erin. En dan is het de truc om eventjes die kleine post voor de grote post te zetten. Dat ik een beetje weet waar wat zit. Het is even handig om even wat aparte bundeltjes te maken. En dan daar vandaan. Verder te sorteren. Dit doen we daar in stiekjes, beide stiekjes omheen. Dan is dat ook weer klaar. Dan zetten we in de bak achter het eerste stuk. Dan hebben we dit. Nou, het is de kleine kant. Straatzetblok heeft twee kleine kanten. Een kleine kant en een grote kant. Het heeft als voordeel dat je dus wat sneller de post erin kan zetten. Dus als je de grote kant hebt, dan gaat het helemaal plat. Dus voor kleine bundeltjes is dit prima. Klein elastiekje voor een kleinere bundel. Dat is handig. Dat is toch bij elkaar. En dan zet ik het meteen in de bak. Op volgorde van de straten, zeg maar. Dus dan pak je gewoon de eerste. En dan ga je daar de straat beginnen. Dan ben je straat klaar. Dan pak je de volgende straat. Simpel zat. Oké, ik heb weer twee stapels gemaakt. Oneven. En een stapel met even. De stapel met even is wat groter. En de oneven die wil ik graag oplopend sorteren. Dus dat wil zeggen van laag naar hoog. En de grote stapel met even nummers die gaat van hoog naar laag. Dat is wat makkelijk te maken.
redelijk snel. Huh? En dan even kijken, ik moet even zoeken. En dan het grote stuk achteraan hebben. Dus de stukken met hetzelfde nummer. Dat huisnummer, die gaan dan met de grote stukken achteraan, kleinere stukken weer voor. En wie hebben we daar? Kijk, net op tijd om te laten zijn. Dus daar gaan we gewoon even vrolijk mee verder. Zo, alles is nu gesorteerd. En kijk, laten we zien. Ik heb hier twee kratjes, of het ingestaan, wat een kratje. Dus we zijn er helemaal klaar voor. Het sorteren en bezorgen bedoel ik. Dat gaat morgen gebeuren. Dus dan neem ik jou weer misschien in mee. Hallo allemaal, dit is dank voor het kijken. Hoop dat je het leuk vond. Kaar ligt nog even een beetje te slapen. Beetje moe, moeide dag gehad. Veel gedaan. Dus tot de volgende keer.